We zijn hier vandaag in Bernheim in de Kikut en we gaan nu een keer vragen wanneer dan die activiteiten weer zijn. En we zitten hier in de tent en kom nu maar bij. Ik ben een vlog aan het maken. Hè? Plakband, we verstaan dat eigenlijk allemaal niet zo goed. Maar we gaan dus gaan kijken. We gaan door de mysterieuze tent. Voilà gasten, en we staan weer op en we gaan een keer kijken. Zwaai de keer allemaal, zwaai maar een keer. En nu gaan we een keer gaan vragen aan die begeleiders wanneer dat we naar de ding moeten gaan. Vanochtend moesten we op deze klimmuur klimmen. Het was eigenlijk vrij koud, maar het was wel te doen. Ja, mooi. Hallo beste kijkers, we komen hier ondertussen aan de tent waar het allemaal is begonnen deze ochtend. Je kunt het misschien een klein stukje zien achter mij, maar dit is de tent waar we daarnet aan het eten waren. En daar zullen we nu even naar binnen gaan. Tot straks. Hallo beste kijkers, we staan hier vandaag nu in de tent. En we zullen even aan de begeleiders gaan vragen wanneer de activiteiten opnieuw terug gaan beginnen. Kom maar mee. Ik moest even komen vragen wanneer de activiteiten opnieuw beginnen. Rond 1 uur. Rond 1 uur starten. Rond 2 uur starten de activiteiten. En ondertussen hier ook het mooie achtergrondpubliek. Iedereen is vrij enthousiast. En ondertussen gaan we naar Takaya. En het begint opnieuw te regenen. En het wordt vanmiddag kajak. Ja, maar het is wel mogelijk. En we staan hier bij Takaya. Mag je omkleden? Nee, want de activiteiten starten pas om 1 uur terug. Wat? Maar ja, nee, nu niet. Maar mag je dan omkleden? Ja, dat zal wel. Ondertussen gaan we iets wat verder. Hé, hey, als je... Deer! Ondertussen staan we hier bij de mensen die aan het roken zijn. Ik word mishandeld. Gillian. Voilà. Kijk mensen, ik weet niet of het jullie kunnen zien, maar achter mij staat het hoogteparcours waar we deze voormiddag samen op moesten spelen. Ja, ik kan u verzekeren, het lijkt niet zo heel erg hoog. Maar ja, het was toch wel hoger dan verwacht. En het was wel leuk. Oké, beste kijkers, ondertussen zien jullie daar ook achter de hoogspanningskabel. En dat was eigenlijk voor de dead ride. De dead ride, ja, was ook leuk op een toren die, ja, toch wel 12 meter hoog was. Ondertussen richten we onze blik richting het westen. En het begint opnieuw te regenen. Het is ongelooflijk. Voilà, kijkers, en we zijn terug. Het is wel degelijk aan het regenen. Het begint opnieuw schitterend te regenen. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet zo goed zien. Maar, ja, het regent hevig. Ondertussen hier ook de vele kajakken. Dat is voor straks. Ook de reddingsjassen hangen achter ons al klaar. Maar ze zijn er nog lang niet. Kijk maar eens hier. De reddingsvesten hangen allemaal klaar voor straks. Maar het lijkt wel een leuke dag te worden. Ondertussen komen we hier aan. Bij de tent opnieuw. Ja. Dat spaten hij vol. Het is hier veel warmer. Hij is dat spaten hij vol. Ze worden toch hè. Voilà. Morgen krijgen jullie een nieuwe vlog, beste kijkers. Bye!